hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben vandaag verplicht wakker geworden door Nessim. Het is echt fucking vroeg. Nessim gaat vandaag voor motorspullen kijken. En hij verplicht me om mee te gaan. Want hij vond het niet zo leuk om alleen er naartoe te gaan. En hij heeft me getrakteerd op koffie. En zo heeft hij mij overgehaald om mee te gaan. Voor alle mannen thuis, even een tip. Ja. Als je ergens heen wilt gaan en je wilt graag met je vrouw. Omdat je niet alleen wilt of niet alleen durft. Of je hebt gewoon geen zin om alleen te zijn. Zeg tegen haar, ik trakteer je op eten. 100% ze komt mee. Maar niet iedere vrouw is zoals mij zo makkelijk over te halen met eten. Voor eten en drinken zeg ik terug. Vandaag wat jij maar wil. Wat jij maar. Ik ben met Nessim bij een winkel die dit allemaal verkoopt. En dan moet Nessim een beslissing maken welke hij wil. En er is zoveel keuze, niet normaal. Weet je het al, Ness? Wat? Ja, ik zeg helemaal niet. Deze was, deze was wel echt goed, ja. Deze is echt goed, man. Ja. Oké, ik zie inmiddels 1:30. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ga eens de kleren aanpassen. Handschoenen, schoenen, bak. Voor alles en nog wat. Helm. Hij moet voor alles en nog wat hebben voor op de motor. Ik ben gewoon eigenlijk gewoon naar mijn bed. Hierna moeten we even naar de makelaar. En daarna hebben we dus vandaag de première van Lion King. In Pathé met onze volgers, familie en vrienden. Ik ga nu even lekker lunchen. Het is onze lunch. Broodje kroket. Kalfskroket. Kalfskroket. Zo, ik kom er niet uit. En we hebben een broodje tosti kaas met kip. Lekker hoor. Ik moet eigenlijk zijn raam nu gewoon naar beneden doen. Even een update. Wij zijn dus naar de makelaar geweest. We hebben een koopovereenkomst getekend. En ja, super spannend. Volgende stap is even naar notaris. En ja, dan moet het stap bij stap. Komt het wel echt heel erg dichtbij. Het gaat nog wel even duren, want het gaat om een nieuw bouwproject. Dus het huis moet nog gebouwd worden. Het duurt nog even een jaartje. En ja, super spannend. We gaan zo even naar huis. Gaan we ons rustig gaan omkleden. Even fatsoeneren. En dan hebben wij vanavond een meet and greet bij Pathé tijdens de première van Lion King. Ik heb echt zoveel zin in. Er wordt dus een zaal voor 150 man gevuld. 100 van onze volgers. En de rest echt allemaal vrienden, familie, mensen als manager. Dus echt super gezellig. We hebben er heel veel zin in. Ik weet ook echt nog niet wat ik aan ga doen. Dan ga ik straks even bekijken. Aan de ene kant denk ik van, ik wil eigenlijk echt gewoon een relax outfit aan. Omdat we toch naar de bios gaan. Maar aan de andere kant, ja, we hebben 2 uur lang een meet and greet na de film. Dus ik wil er ook wel best wel leuk uitzien. Maar dan denk ik van, ja, het kan toch ook met een chill outfit. Dus eigenlijk moet het niet. Ja, dat een beetje. Huh? Nou, doe. Zo, dat is hier warm, zeg. Hoe is het? How are you, my beautiful? Ik zou net vertellen dat we vanavond een meet and greet hebben bij Pathé. Oké. Okay. Heb je er zin in? Ik heb wel. Wat voor snack ga je kiezen voor bij de film? Gewoon een beetje standaard, toch? Wat is standaard? Popcorn, een zoete popcorn. Zoet popcornje. Ik vind wel een beetje saai. Ik vind eigenlijk, omdat vandaag, we hebben afgesproken dat vandaag onze laatste cheat day is, dat je een ander soort snack moet nemen. Ik wil jou als snack. Dat je een ander soort snack moet nemen. Zo lekker als je zo. Weet je wat ik echt, waar ik echt zin in heb als snack? Vandaag bij Pathé, niet wit. Ietje pit. Oh. Zo, we zijn inmiddels thuis. We hebben net echt even gesnackt. We hebben heel veel zonnepitten gegeten. Heerlijk. Ik ben nu aan het klaarmaken. Toen heb ik mascara op gedaan. Echt heel raar mijn wimpers nu. Want mijn onderwimpers zijn echt gewoon veel langer dan mijn bovenwimpers. Het ziet er echt heel erg raar uit. Ik denk dat ik een paar nepwimpers ga plakken of zo. Of gewoon zo'n strip van Queen Tarzi, zo'n natural. Ik ga even mijn lippen bijwerken, mijn haar bijwerken. Simpele outfitje zoeken. Ik heb nog steeds niks gevonden. Ik weet nog steeds niet wat ik aan ga doen. Maar het komt vast wel goed, dan maak ik me niet druk om. Dus vandaag de avond openen. Gewoon een beetje iedereen verwelkom en bladibla. Ik weet nog niet wat ik ga zeggen. Het liefst wil ik gewoon niks zeggen. Ik gewoon podium opkomen. Ik wil iets zeggen. Er zijn ook mensen verjaardag gekomen. Dat ik gewoon microfoon in de hand heb. En dat hij gewoon iedereen verwelkomt en een leuk iets zegt. En gaat zingen. Je moet ook zingen voor mij, vind ik. En ik sta er gewoon zo naast. Hi. Hello. Hello everybody. We are the Ahmadis. Maar wat moet ik wel zeggen, net? Ik vind het zo eng. Gewoon jongens, ik wil jullie bedanken uit de grond van mijn hart. Dat jullie hier zijn gekomen. Jammer genoeg komt Nadira en Dina er niet bij zijn. Ah.
Habibi. Zo, ik heb net even mijn haren gedaan. Ik ben er niet echt heel erg blij mee. Ik wil vandaag niet echt goed zitten. Maar Nessie, kom eens hier. Laat je outfit eens zien, mijn vlog. Mijn outfit? Ja. Nessie heeft vandaag dus dit aan. Hij heeft gewoon een spijkerbroekje aan met een lekker shirtje. We zitten patten. Laat zien. Hij is gewoon lekker casual gekleed en ik wil bijna een jurkje aan. Toen dacht ik, nee, we moeten wel een beetje bij elkaar passen. Dus ik heb dit blouseje aan van de H&M volgens mij. Met mijn nieuwe broek. Oh. Met mijn nieuwe broek van de Zara. Kijk, dit is mijn outfit van vandaag. Ik vind het eigenlijk super cute. Gewoon lekker casual. Kan ik lekker een filmpje kijken. Ik denk dat ik toch nog hier een clipje ga doen. Dat vind ik gewoon veel leuker. Laatst doe ik het altijd. Ik vind het gewoon veel leuker staan. Ik weet alleen nog niet of ik hakken hieronder aan moet doen of niet. Ik denk het wel. Want met een spijkerbroek lijk ik altijd veel kleiner nog dan ik ben. En vooral op beeld. Dus ik denk dat ik nog wel hakken onderaan doe. Een boot. Ik ga stuk. Ik liep er dus net langs. En ze maakte hem gewoon nat met het water. Maar waarom zit daar poot erin? Ik snap dat niet. Wat is het nut ervan? Ik denk om aan te voelen of het warm is of zo. Lekker hard. Guys, nu ben ik echt ready. Ik heb even mijn haar hier een beetje vastgedaan. Vind ik gewoon veel fijner en ziet er gewoon wat mooier uit. Mijn make-up is klaar. Blouseje aan, mijn broek. Ik heb deze hakken eronder. Ik vind deze namelijk echt heel erg chill lopen. Ik moet alleen wel oppassen dat ik niet struikel. Dus ik moet echt even vasthouden aan Nessie. En ja. Overal nat gemaakt. Dienaard, waarom doe je dit? Kijk, we hebben onze Polaroid camera mee. We hopen een foto te kunnen maken met iedereen die vandaag daar aanwezig is. Lijkt me echt heel erg tof. En ik vind het echt heel erg leuk dat we allebei zo casual zijn gekleed. Echt een heel goed idee, Nes. Goed, hoor. Het is al slecht dit. Wij zijn onderweg naar Pattoeta. Pathé Schouwburg. En wij gaan even langs de Mackie, want we hebben dus nog niet avond gegeten. En ik denk het is wel handig om te doen, want dan krijg je straks alleen maar snacks. Dus we zijn weer bij de Mac. Drie Big Mac menu's. Maar we hebben wel beloofd van hierna. Goedendag, wel kan ik donderdag pas bestellingen dus. Zeker. Dus net een wrap gehad bij de McDonald's. Wrap? Een wrap. Een wrap. Hoe noem je dat dan? Een wrap. Een wrap? Moet ik een wrap zeggen? We hebben een wrap gehad. Wat moet ik zeggen dan? Een wrap. Goede 16. Zeg dan. Een wrap. Een wrap. Nou, wij zijn bijna bij Schouwburg. Nog 2 minuutjes om precies te zijn. En de aanvang is over een half uur. En over een uur precies begint het. Spannend! Dit is echt zo vet. Nissim en William. Meet me at the movies met Nissim en William. Leuk hè? Nou, deze neem ik bij. We zitten hier lekker samen. Boven met zijn tweetjes, voordat het allemaal gaat beginnen. We hebben nog best wel veel tijd. Mag ik mijn water dan? Tuurlijk. En dus, het is spannend. Vind je spannend? Ja. Ik heb gehoord dat er net al een rij stond, hè? Echt? Ja. Ik heb nog niks gezien. Nee, dat zei die vrouw dat er al een rij stond. Dat is wel een beetje eng. Dus wij zijn klaar met meet and greet en kijk eens wie hier is. Ze kijken niet eens. Moeders, zus en nicht. Superleuk. Ja, lees maar voor. Beste Nessie en Mirjam, jullie zijn een hele leuke koppel. We zijn een heel groot fan van jou. We zijn Beza nu en Jasmin. We vonden het heel leuk om jullie te ontmoeten. En we hopen dat jullie de cadeaus leuk vinden. Zo lief. Zo lief. Oh, wacht even. Wat? Beza nu. Ja man, zij schieten om in DM's over hoe leuk ze het vonden en hoe echt fan gewoon leuk man. Hey love man, dankjewel lieve dames, super veel liefde. Wij zijn dus helemaal klaar voor vandaag. Zo, het was echt super leuk. We hebben de film Lion King gekeken. Ik vond de film zelf echt wel tof. Hoe vond jij de film, Hon? Hartstikke leuk. En realistisch hè? En heel realistisch. Ja, ik vond het ook echt tof. Vond ik ook. En jij, wat vond jij ervan, Marcel, eerlijk? Wel oké. Okay. Wel oké, okay, maar niet. Ja, dat kan toch? Leuk, ja, leuk. Voor de Disney-liefhebbers sowieso. Wat ik echt heel erg tof vond. Ik had mijn vriendin eens uitgenodigd. En zij kwam daar aan met haar kindje daar, Adam. En hij is helemaal fan van Lion King. Dus je zag hem helemaal losgaan toen die liedjes toch kwamen. En hoe heet die andere liedje ook weer? Hakuna Matata. Ik keek naar hem en was helemaal zo aan het losgaan. Ik ging helemaal stuk. Het was echt schattig. En dus, film was afgelopen. Goed leuk, Adam. Kijk.
Hela! Zo leuk. Nou, de film was afgelopen. Daarna hadden we meet and greet, zoals jullie zo kunnen zien. Dus dat was ook echt gezellig. Volgens ontmoeten waren heel veel voor mensen voor Nessie, maar ook heel veel voor mij. De groepen waren wel een beetje verdeeld, hè, Nes? Soms zag je zo van de jongens komen, die waren echt voor Nessie. Maar zag je gewoon precies dat ze voor Nessie waren gekomen. Er waren allemaal meisjes dan die dan gelijk naar mij toe kwamen. Dus dat was wel grappig. Maar er waren ook heel veel ertussen die gewoon echt voor ons allebei waren gekomen. En dat vond ik ook echt heel erg top, weet je wel. Dus dat, we hebben het naar ons in gehad. En daarna hebben we met z'n allen met de familie even ijs gegeten. En nu ben ik bij Honey. Wij zijn net thuis. Nessie heeft net zijn vlog afgesloten. Nu is het mijn beurt. Ik ben gesloopt. Dat zie je ook aan mijn hoofd. Ik ga even snel mijn pyjama aandoen. Mijn gezicht reinigen. Ik ga even fruit eten. Want ik heb zo ongezond gegeten. En dan ga ik naar bed. Ik zie jullie morgen weer. Doeg!